Dus tijd voor een klassieke bonusronde. Gelukkig hebben we de spullen nog. Het idee is simpel. We laten jullie voorwerpen zien die verwijzen naar nieuwsfeiten. Handen aan de knop. Waar gaat het over? Voorwerp nummer 1. De opvouwbare paraplu, dat was snel. Ja, dat gaat over Thierry Baudet, toch? Die een hele harde klap krijgt met de paraplu. Ja, was het nou, dat was echt een harde klap. Volgens mij is een geluidseffect ondergezet. Was dat groot nieuws in België? Nee. Oké. Nee, totaal niet. Nou, is dat een begroeting bij politici in België? Ja, zo wordt in principe iedereen welkom gegeten in het debat. Leuk dat je er bent! Paraplu verwijst natuurlijk naar Thierry Baudet, die bij een lezing in Gent op zijn hoofd werd geslagen met een opvouwbare paraplu. Leuk om hier te zijn. Goedenavond. Goed, Thierry. Ah! Dat is echt een harde klap, hoor. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Erg hard. Ja. Wat, hoe heb jij dit beeld eigenlijk in jouw hoofd dat het wel meeviel? Nee, maar in... Maar in Belgisch nieuws hebben ze een ander geluidje eronder gezet. Baudet liep naar eigen zeggen een lichte hersenschudding op. Oh jee, als hij nou maar niet ineens allerlei onzin gaat uitkramen. Volgens juridisch experts geldt er wel een verzachtende omstandigheid voor het slaan met een paraplu. Noodweer. Jezus. Nog een voorwerp. Een schitterende tompoes. Gaat dit over het seksspeeltje wat bij de HEMA verkocht wordt... wat lijkt op een tompoes? Ja. Geïnspireerd is op een tompoes. En wat vond je ervan? Nou, ik... Weer grensoverschrijdend harm. Dank je wel voor deze vraag. Dat is hem. Ik vond vooral de reacties van boze mensen vermakelijk. Ja. Want met kinderen kan je er dan niet meer naartoe. Ja, is dat... Nou, ik heb mensen dingen met die rookworst zien doen. Dat heb je ook gegeten. Ja, ik snap het. Dat... We hebben er nog één. Ook fijn. Een schitterende deurmat. Ja. Ik weet niet of het een seksspeeltje is, maar ik wil hem hebben. Alsjeblieft. Ik vind dit een leuke ronde met allemaal hebben dingetjes. Mag ik die tompoes trouwens hebben? Ja, dat is... Nee, die andere tompoes. Hoppakee. Zo. Nee, weet niemand de deurmat. Dat was een heel mooi nieuwsfeitje. Was het een mooi nieuwsfeitje? Nitty? Ja, er was iets met een Italiaanse oma. En die, of een moeder. En die kreeg haar kinderen maar niet uit huis. Ja, want? Want die kinderen, die, twee zoons heeft ze. En die wilden maar niet uit haar huis. En toen heeft ze aangeklaagd. En nu moeten ze het huis verlaten. Ja, heel goed. De deurmat verwijst naar een 75-jarige Italiaanse mama... die haar twee zoons het huis uit heeft gezet via de rechter. De heren waren de 40 inmiddels gepasseerd... maar weigerden het ouderlijk huis te verlaten. Als je je eigen kinderen aanklacht, dan ben je of niet goed bij je hoofd... of je bent Rachel Hazes. Of allebei. We hebben er nog één. Heel mooi, de Frozen Clock. Nou ja. Ja, dit gaat over de het is weer winteruur geworden. Winteruur? Toch? Tijd. Winteruur, ja, wintertijd, winteruur. Nou, hoe je het wil noemen. Wintertijd. Alleen, dat is een soort... Ja, dat is België. Dat doet de mens met België. Het is wintertijd. We leven in winteruur. Wintertuur in Duitsland. Het is winteruur geworden. Nee, maar het is wintertijd geworden. En, maar dat is altijd van... Ja, dan mag je een uur langer slapen. Maar dat is buiten mensen met kinderen gerekend. Want dat betekent gewoon... Je kind is een uur eerder wakker. We hebben niet zomaar een klok. Het is een frozen klok, Kitty, Suze. Waarom denk je? Nou, ik weet niet. Ik ben alleen bang. Er is een discussie gaande, weet ik. Of we niet dit moeten afschaffen. Dus gewoon dus zomertijd, wintertijd. Ja. Alleen, even, ik vind echt één belangrijk ding. En ik zweer het je. Ik ben niet snel activistisch. Maar ik ga echt, echt helemaal bezurk. We gaan dan wel kiezen voor zomertijd. Nee. Precies. Dit. Onmiddellijk. Zie, dit gaat echt de samenleving. Dit echt opsplitsen. Want er zijn mensen. Fanatiek wintertijd is helemaal niet goed bij hun hoofd. Het moet toch langer licht zijn? Dat nee, is maar leven. Het is eerder... Wat kan mij het schelen dat het in de ochtend donker is? Nee, maar het is in de ochtend juist lichter met winteruur. Want jij slaapt dan nog. Nee. Jij slaapt dan nog. Ja, het kan mij geen reden schelen. Het gaat erom dat je dan ochtends... Ik wil in de zomer ook staat. Lekker laat. Is het gelukkig licht. Ik wil in de zomer lekker laat. Gewoon leuk, een leuk leven kunnen hebben met licht. Beter. Nee, ja. We zijn vrienden, maar dit gaat me te ver. Ja.
De wintertijd, de frozen clock. Dit verwijst naar de wintertijd, maar ook naar het mogelijke bevriezen van die tijd. Er gaan namelijk steeds meer stemmen op om de klok niet langer een uur vooruit of terug te zetten. Al dat gedoe met die klokken. De SGB pleit er daarom voor om de klok volgend jaar niet een uurtje, maar 100 jaar terug te zetten. Hey, maar Harm, mag ik even één dingetje vragen? Ja, ik ben dus gaan winkelen voor deze ronde. En jij hebt een dildo en een frozen klok gekocht. Ja. En echte Tom Poes. En die andere Tom Poes. Dat ze ook gingen denken, oeh, er gaat toch niet beide dingen... Omdat je het per ongeluk verliest. Ja. We hebben er nog één. Een kat met een spies er doorheen. Maar heb je die gekocht dan? Dit is een ruzie bij Partij voor de Dieren weer. Het is een voedoe-popje. Ja. Nee. Wereldnieuws. Kitty. Zal het iets met Halloween geweest zijn toen? Ben je een Halloween-vierde, Kitty? Nee. Heb jij wel? Nee, ik heb één kind. Het was heel gok, want ze gingen Halloween toch door de straat doen. Alleen het was voor het eerst voor mij, en ook voor mijn vrouw en voor mijn zoontje. Maar mijn vrouw die begon aan het einde van de straat en die appte mij de hele tijd van... We hebben te weinig gedaan. Dus die begon eerst van, je moet meer snoep. En dus ik moest overal nog snoep vandaan halen. En toen zei ze, jij moet eigenlijk nu ook gesminkt. Ik zei, maar daar heb ik helemaal geen tijd meer voor. En ze stuurde dat we zijn niet eng genoeg, we zijn niet eng genoeg. En toen ben ik uiteindelijk ook zoeken gegaan naar jeugdfoto's. En ik denk, ja, ik moet iets aan de deur hangen. En toen zei ze, spuit bloed voor de deur. Dus ik heb mezelf waarschijnlijk, Nou ja, het was een pittige week. Het was een pittige week. Je had het heel simpel. Ja, ik had gewoon een kat van moeten doorskiezen. Ja, dierennieuws, dat sla ik eigenlijk altijd over. Oh ja? Waarom dan? Ja, omdat ik ben niet bijster geïnteresseerd in dieren. Ah. En ik weet wat een heerlijke mening. Ja. Dit hoor je echt te weinig. Nou ja, iemand die zegt, zo wat goed is. Het is ook niet een mening die echt geliefd is. Want ik weet dat er nu heel veel dierenliefhebbers die gaan zeggen... ja, maar als je niet van dieren houdt, dan hou je ook niet van mensen. Ik haat kinderen. I don't care. Foxen. Foxen. Dan heb ik speciaal voor jullie. Ja, het is tijd voor de rubriek. Ja, maar als nu... Als mensen zeggen, ik heb een hekel aan kindernieuws... en ik heb een hekel aan dierennieuws... Ja. Dan heb ik dat gecombineerd in mijn zeer populaire rubriek... Leuke kleine nieuwtjes met Jan-Jaap van der Wal. En ik dacht, misschien is het leuk om een, om een tune. Dus die heb ik... Oh. Ja. Dat is... De basislijn. Dat is de tune. Echt gepild. Amadeus is geboren, hè? God. Je kan hem ook als dildo gebruiken. Maar goed. Nou, even, nee, maar het is echt een rubriek die leeft onder de mensen. Ik kreeg een suggestie, serieus. Mensen sturen suggesties. Ik zat even voorlezen. Er was een man die heeft mij gemaild. En die stuurde, beste mijn heer van de Wal. Twee guren klanden hun reis van Frankrijk naar huis. Van de een was de airco kapot, van de ander ging hij kapot. Wegens de hitte ervoeren zij dat als een gemis. Vanaf nu noem ik ze doorluchtigheid. Misschien vindt u dat een leuke anekdote en heeft u er iets aan. Dus ik zou zeggen, blijf insturen, mensen. Maar nu het kleine leuke nieuwtje van Jan-Jaap van der Wal over dieren en kinderen. Aha. Dat is toevallig. Krokodillen, wist je dat? Krokodillen eten kinderen. Top. Nee. De batterij is hier 3 minuten op. Het kost nog moeite zijn gesproken. Krokodillen zijn zo geconditioneerd op de kreten van jonge mensapen... die een mogelijke kooi zijn... dat ze ook reageren op het gehuil van mensenbaby's onder stress. Dus een krokodil kan voelen wanneer een baby huilt... omdat het zich niet goed voelt. Nou, dat is toch geweldig? Dus dat is een goede tip. Nee, maar... Dat is een goede tip voor als je kind huilt. Ja. Dan moet je hem boven een krokodil hangen. En als je krokodil niet toehakt, dan heeft dat kind gewoon honger. Nou, dat is een nuttig. Ja. Ik realiseer me wel dat dit een rubriek wordt.
waarbij de intro succesvoller wordt dan het nieuwtje zelf. Ik ga het onthullen. Oké. Okay. Ja. Dit ging over vleesfraudeurs in China. Die zijn gesnapt met een vrachtwagen met zo'n 1000 katten daarin. Die waren op weg naar een slachthuis om daar varkensspiesjes en worsten van te laten maken. Op die manier leverden die beesten namelijk nog 15 euro per stuk op. En de ironie wil dat die vrachtwagen onderweg was naar de Chinese provincie Miao. Dat is echt waar. Oké, is niet waar, maar is wel leuker. Ik heb er nog één. Een voorwerp in een doos. Wat zou het kunnen zijn? Je bent jarig, die is voor jou. Nou, wat lief. Alsjeblieft. Ook totaal geen enthousiasme bij het publiek. Moet ik het openmaken? Je mag het openmaken, ja. En is het dan een ontploffing? Nee. Het is volkomen veilig. Helemaal speciaal met jou in gedachten. Ik vind het echt doodeng. Serieus. Oh! Kijk nou! Dank je wel, Harm. In jouw maat. Fantastisch. Nu heb ik twee deurmatten. Hij staat je vast beeld. Ik zal zover de bonusronde trekken. En even een snelle tussenstand. Het is 8-6. Vond je deze video nou genieten en wil je dat ik vaker over je timeline rondflaneer? Word lid, like en abonneer.